De ambassadeur van Indonesië, Julian Pujianto, heeft tijdens een bezoek aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling landbouwtrainingen aangeboden aan Suriname. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht. De landbouwtrainingen zullen worden verzorgd door deskundigen uit Indonesië en zijn bedoeld voor medewerkers van ministeries en districtscommissariaten. 2 maanden terug heeft de ambassade reeds al trainingen verzorgd in pottenbakken en crafts vervaardigen uit kokosbast. De kans is groot dat deze trainingen opnieuw zullen worden verzorgd. Het streven van de ambassadeur is de bilaterale relatie tussen Suriname en Indonesië te verstevigen. Tot nu toe hebben beide landen een succesvolle samenwerking gehad. Pujianto is al 6 maanden ambassadeur in Suriname.